Jarenlang was ze de vaste stem van Omroep Gelderland in de ochtend, maar daar komt na volgende week een einde aan. De Wiegense Corine van Dijk presenteert dan haar laatste ochtendshow. Wat ik ga missen is vooral het contact met luisteraars. Mensen reageren overal op allerlei manieren. Vind ik heel erg leuk, dat hele directe. Ja, en toch ook wel het nieuws, hè? Zo'n uitzending waarvan je van tevoren niet precies weet wat er gebeurt. Nieuwsontwikkelingen, ongelukken, branden. Ja, het is veel ellende, maar voor journalisten geeft dat toch zoiets van... Nou, ja, we volgen het, we zitten er bovenop. En dat geeft toch altijd een bepaald gevoel. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws. De A50 bij Loenen is weer vrij bij het ongeluk dat vanmorgen gebeurde. Vielen een dode en een gewonde. Nou, ik heb vooral de avonden vrij, want zo beleef ik het. Ik had totaal geen sociaal leven meer. Heb ik met plezier ook ingeleverd voor dit fantastische programma, jarenlang. Maar daar verheug ik me op. En ik verheug me ook op allerlei andere dingen die ik ga ondernemen. Er ligt een heel jaar voor me met een lege agenda nog. Ik ben journalist, dat blijf ik. Maar ik wil ook graag gaan schrijven. Ik wil gaan vloggen, op pad met Corine. Ik wil mensen meenemen naar de mooiste plekjes van Gelderland. Gasten daarbij. Dus ik laat echt wel van me horen en zien. In het ochtendprogramma komen bijzondere verhalen naar voren. Ik had ooit om 3:15 'smorgens, want dan zit ik namelijk al mijn social media te checken, zag ik een berichtje van de brandweer die zeiden bezig geweest met een hamster in een wc-pot. Ik zei tegen mijn ochtendredacteur een uurtje later, ga even bellen. En het bleek een briljant verhaal van een kindje dat een hamster had laten ontsnappen, die zat in de wc-pot. En uiteindelijk heeft de brandweer werkelijk waar met grote mokers die wc-pot kapot geslagen. De badkamer was ook nog eens net verbouwd, gloednieuw. En het meisje had haar hamster weer terug. Briljant. De brandweer is de hele nacht in touw geweest in Aalst na de brand op de scheepswerf. Een loods brandde uit. Maar ook moeilijke verhalen. Maya Braderich. De ochtend waarop duidelijk was dat er... een brand was geweest, dat er een lichaam was gevonden in de Uiterwaarden bij Nijmegen. Ik weet dat moment eigenlijk nog precies. Daar bleek dus vervolgens dat vreselijke verhaal van de moord op Maya Braderich achter te zitten. Dat vergeet je ook nooit meer. De rechtszaak daarna, dat toch het gruwelijke verhaal, ja, dat blijf je bij.